In aflevering 9 van Super Mario Bros. Wonder zijn we nog steeds in het goudgebergte. We krijgen te maken met zogenaamde Sugar Stars. We hebben een uitdagende proef van de Spikies. En uiteindelijk moeten we op zoek naar een geheime uitgang in de allerlaatste proef. Dus doe een duimpje omhoog, abonneer en geniet van deze video. Volgens mij is dit een geheim gebied. Is overigens niet heel moeilijk te vinden hoor, moet ik eerlijk zeggen. Een 4-sterren level en een 3-sterren level. Laten we daarmee beginnen. Eens even koekeloer hoor. Oké, daar beneden is in ieder geval alvast een wonderbloem. Daar moeten we zien te komen. Ik denk via de andere kant dat we eerst even lekker door moeten lopen en dan helemaal terug. Kan ik die spoken schieten? Ik denk het. Oh, wel. Oké, cool. Dat is top. Nou, in dat geval... Huh? Wat gebeurt er met ze? Waarom? Oh, wacht, dan verdwijnen ze en ze komen weer terug. Ze gaan niet helemaal weg. Ah, ik heb hem. We moeten gewoon lekker schieten en dan moet ik gewoon die bloem gaan pakken. Wat ze vlot. Ik ben heel benieuwd waar dit nu toe leidt. Er zijn superveel vallende sterren. Ik denk dat ik gewoon lekker moet gaan springen. En die sterretjes ondertussen moet blijven pakken. En dan moet het vast wel goed komen. Even een ster pakken sowieso. Ik kan helemaal niet zien of ik wel of geen sterren pak. Ik kan het horen aan het geluidje natuurlijk. Ik pak er hier nog maar even eentje voor de zekerheid. Oh, het is nog maar 10 seconden. We hadden veel sneller moeten zijn. Ik ben heel langzaam. Kom op. Ja, oké, die pakken we ook mee. Gelukkig krijgen we daar ook weer tijd voor, dus dat is mooi. Ja, we zijn ruim op tijd. Oké. Zo, was wel weer een leuke challenge. Leuk om mee te beginnen. Ik was super langzaam en een chill aan het doen, maar dat kon niet echt eigenlijk. Ik ben helemaal niet meer gewend aan die tijd, want in deze game staat de tijd natuurlijk uit. Oké. Er verschijnt gelijk weer wat anders op de map. Jullie kunnen die ingewikkelde bewegingen van ze volgen. Dat is mij nooit gelukt. Blijkt de leermeester nu de leerling te zijn? Ja, ik denk het ook, Poplin. Kom nou maar op met het koningszaadje. De tijdschakelaar sprint. Dit ziet er heftig uit. Volgens mij moet ik gewoon elke keer op die blokjes pakken. Ja, dus hier ook weer. Dan moet je ze elke keer gewoon aanzetten. Hier kan je overheen rennen. Dan kan je lekker zo sliden. Deze pakken we ook. Oké, dit gaat tot nu toe allemaal vrij soepeltjes. Zo. Kan ik hem nog een keer indrukken? Ja, dat kan ook gewoon. Dat maakt het nog wel even makkelijker. Kan je gewoon echt rustig aan doen. Er zit niet echt heel veel haast achter, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat ik nog even bovenlangs ga. Is hier nog iets bijzonders bijvoorbeeld? Oh, nee? Jawel, je moest bovenlangs. Ik dacht dat terwijl ik het aan het doen was, dacht ik al, er zal wel een addertje onder het gras zitten. En dat was die. Dat daar allemaal verborgen blokjes waren. Oké, cool. Yay! Ja, die korte leveltjes zijn ook wel lekker hoor, tussendoor. Dan hebben we hier de 4-sterren proef van de Spikies. Zo, dit ziet er wel intens uit. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Oké, er zit ook zo'n beest weer. Die moeten we zo laten schieten, denk ik. En dan... Ja, oké, dan kan ik die olifant gaan pakken. Maar ja, oké, misschien is die olifant wel handig. Want ik denk niet dat je deze beesten kapot wil maken. Ik denk dat dat uiteindelijk niet de bedoeling is. Jij kan gewoon daarop lopen, serieus? Ik had hier dat blok kunnen pakken. Misschien kan het alsnog... Nou... Ja, nee, dat gaat nu niet echt meer. Ik ben bang dat ik iets heb gemist, maar... Hoe kom ik daar nou weer, joh? Oh, zo, oké. Dus door vijanden die kapot gaan, die kunnen ook nog die 10 muntjes van ons meepakken. Top, goed om te weten. Dus eigenlijk moet ik dan nu heel snel, juist, moet ik hem heel snel schieten, dan kan hij die 10 munt voor mij pakken. Top. Oké, dat is een leuke uitdaging. Ik kan nu niet echt springen. Ik ga nu een keertje springen en dan ga ik nu nog een keertje iets te vroeg springen. De timing was een klein beetje off. Zo, hotse vlots. Wat is dit? Oh, twee wolkjes. Ja. Zo, dankjewel. Gewoon in koor zeggen jullie dat. Wat lief. Ik ben een kanjer. Jullie zijn zelf kanjers. Potverdorie. Oké, let's go. We gaan door. En we gaan zo. En dan nog een keer. Ja. Oké, dan gebeurt daar... Wow. Waarom ging jij helemaal naar mij toe, man? Wat gebeurde daar? Heb ik die timing nu verpest of... Echt een mega Goomba ook? Oh, dat is een dubbele Goomba. Wow. Oké, hier kan ik natuurlijk wel even zo doen. Oh nee, daar zat een wonderding in. Oké, dat gaan we opnieuw doen. Ik bedoel, dat maakt toch niet uit. Dat is helemaal prima. We hadden toch al de halfway punt gepakt. Oké, nu even niet springen. Als we springen op het moment dat dat ding omhoog en naar beneden gaat, dan kan die dus niet meer recht terug. En dat was het probleem daarnet. Daar moeten we dus op letten. Oké, eens even kijken. Ik wil nu springen. Ja. Oh, dan is die wonderbloem daar. En dan hoop ik... Ja, oké. Gelukkig wordt die tegengehouden. Ik was eventjes bang. Wat is dit? Gaan we weer mega jumpen? Dit is zo goed. Dit is zo goed. Let's go. En dan hierin. Ja. Zo. Top.
Oh, nu kan ik een weg kiezen. Ja, dan moet ik maar net de goede weg hebben. Oh, maakt niet zo uit. Maar we kunnen ook nog terug, ja. Ook nice. Top. Oké, ga ik hier omhoog en hierin. Oei. Oh, nee. No. Oei. Oei. Nou, ik wacht wel even. Oh, ik kan ook gewoon doorgaan. Lekker, dit is leuk. En wat is dit? We zijn er nog niet. Oh, we zijn er wel. Ja, we zijn er wel. Wonderzaadje te pakken. Nu nog de laatste 10 munten en dan hebben we alles weer gepakt in dit level. 1, 2, 3. Ja, oké dan, we hebben ze. Nu is het even een kwestie van niet kapot gaan. Ik moet gewoon risico nemen met deze sprong. We moeten het gewoon doen. Let's go, in één keer hier naartoe en dan... Wat ziek idee, anders kunnen we geen lange sprong maken zonder aanloopie. Ja, dit gaat lekker jongens. Dit gaat heerlijk. Oh, er is nog een bonus ding hier. Nou, jeetje, moet niet gekker worden joh. Oh, oké. En dan... dan willen jullie natuurlijk dat ik al deze dingen ga pakken of zo? Of niet? Moeten we gewoon klimmen? Ja, kan ook hoor. Kan ook gewoon klimmen. Is ook geen probleem. Ik bedoel, als het niet verplicht is om die dingen te pakken, dan pak ik ze niet. Het maakt mij niet uit. Maakt mij helemaal niet uit. Ik heb voldoende levens. Ik heb er 32. Nog een klein stukje. Ja hoor. Easy. Ja, en dan dit. Hier hebben we dus 10 wonderzaadjes voor nodig. Dat is geen probleem, want we hebben er 15. Bam! Maar wat is dit? De laatste proef op volle snelheid. Oké, dus hier moeten we tempo maken, professor Poplin. Jullie zijn geslaagd voor mijn test als jullie het verborgen echte einddoel kunnen vinden. Blijf voorzichtig en alert. Deze proef zal veel van jullie vragen. Het echte einde? Dat voelt er alsof er meerdere eindes zijn. Oké, ik ga even nog niet springen. Ik ga nu wel springen. Oké, dankjewel voor deze pannenstoel. Dankjewel voor deze jump. Ja, deze jump maken we ook gewoon... Tot nu toe spreekt het redelijk voor zich, wou ik zeggen. Maar behalve dat we daar... Oké. We gaan het even opnieuw doen. Ik had even niet door dat ik daar aan het plafond ging zweven. Dat was hier inderdaad. En dan moesten we zo eraf en dan weer erop en dan weer eraf. Ja, oké. Ik hoop dat ik hem nu heb. Hier erop. Wat? Hoe kom ik bij dat wonderzaadje dan? Hoe kom ik daarbij? Dat gaan we straks eens even uitzoeken. Hier naartoe. Oh, ik had eerder moeten springen, denk ik. Deze hebben we wel te pakken. Dat is top. Gaan we hier naar beneden? Oké. Hebben we de halfway check? Maar dat wonderzaadje, dat is echt een geheim voor mij. Maar daar gaan we misschien straks nog wel achterkomen. Zo laat mogelijk springen. Ja. Hier. Ik wil naar boven. Oké, ook goed. Dag, paddenstoel. Later. Hier dit vastpakken. Ja. Wat gebeurt er allemaal? Dit is vet trippy. Nu gaan we naar beneden. Verder naar beneden. Jump. Ik had daar niet moeten jumpen. Ik had het gewoon niet moeten doen. Hier erop. Erop. En door. Lekker. Dit was denk ik niet het echte einde inderdaad. Want hij stond een beetje zo te kijken naar waarom krijg ik geen wonderzaadje. Zo te zien hebben jullie de laatste proef nog niet voltooid. Alleen wie het echte einddoel kan vinden krijgt een koningszaadje. Dat dacht ik al. Maar wacht even, het koningszaadje, dat is het einde van deze wereld. Terwijl er nog veel meer te doen is hier. Ik kom hier aan het einde van deze video nog wel even terug dan. Hier, we hebben dit stuk nog helemaal niet gehad. De proef van de anglefishes. Wat doen deze dan? Die gaan ook lekker omhoog. Zo, oké. En dan? Oh, jullie blijven gewoon lekker een beetje zwemmen eronder en dan komen jullie mij lastigvallen. Weet je? Doe het maar. Probeer het maar. Kom maar op. Ik denk dat ik die slak daarvoor nodig heb. Die slakshell. Ja, precies dit. Oké. Niet dat dit heel veel uitmaakt, want ik krijg alleen maar één blauw dingetje. Dat is paars, Rick. Dat is niet blauw. Oké, hier kunnen we omhoog voor dat eerste 10 muntje. Ja, cool. Deze pakken. Wat komt daaruit? Een platform. En nog meer platformpies. Ja. En ik denk dat ik in die buis kan. Zo, ik heb even de Mario pet meegenomen. De zweefpet, die vond ik even makkelijk. We moeten sowieso denk ik de anglefishes even kapot maken. Hoppakee. Dat zijn er 2. Kom maar. Dat zijn er 3, 4. Nog 1 te gaan. Hartstikke idee. En dan? Dit kapot trekken. Ja, lekker. Wee. Eigenlijk had ik heel het spel op die manier moeten spelen. Gewoon zo springen en zo. Oké, serieus. We moeten even serieus blijven. We gaan door. Ik ga eens even deze daar naartoe schieten. Oh, ja, ik denk dat ik die daarop had moeten schieten. Nou, misschien dat het niet uitmaakt. Misschien dat het niet de 10 munt was. Dat het zou lekker zijn. Heb ik jou nodig? Ik denk het wel. Ik moet jou namelijk hier, denk ik, omhoog schieten. Kijk, dan komt die buis naar beneden. Dan kennen we daarin. En dan heb ik jou nog 2 keer nodig.
Namelijk eerst voor deze. Dan ga ik je even opvangen. Oh, oké. Okay. Dan kunnen we die 10 munt pakken. Maar er zit hier ergens ook nog zo'n zaadje. Die zit hier. Oké, okay, dan moet ik dus jumpen op hun hoofd. En dan heb ik hem te pakken. Oké, okay, omhoog. Dankjewel, Anglefishes, voor de hulp. Oh, oh, ik heb... Ja, dat is jammer. Ik ben mijn olifant kwijt. Doe je olifant power. Oké, okay, dank u. Doei. Oh, daar is die al. Ja, top. Wonderzaadje. Ja, ik denk dat we ook wel lekker gaan om in dit level ook weer gewoon alles te halen, hoor. Kan er nou nog van alles naar beneden? Ja, zeker. Nou, daar hebben we alles. Kunnen we rustig door deze buis. En het leveltje maar eens uit gaan spelen. Moet ik eerst even nog op dit platformpje zien te komen. En dan hierin springen. Lekker. De proef van de Anglefishes. En waar leidt ons dat dan naartoe? Dat leidt ons hier naartoe. Jullie bewegen zo elegant als bladeren op een zacht briesje en zo vloeiend als water door een rivierbedding. Hoe lang hebben jullie onder een waterval gemediteerd om zo'n indrukwekkende sierlijkheid te bereiken? Ja, gewoon, ja, niet zo lang. Moet je aan Link vragen, die checkt altijd alles achter watervallen. Daar liggen altijd schatkistjes en zo. Verzonken munten. Oké. Okay. Dat is 1. Moeten daar gewoon op de juiste tijd naartoe zwemmen. Ja, oké. Okay. Dit is 3. Ik heb niet de super zwem badge, dat is jammer. Misschien dat ik wel op deze manier er sneller naartoe kan. Ja hoor, zeker wel. Gewoon even uit het water springen. Muntjes pakken. En klaar is Kees. Ik bedoel Mario. Ik weet niet of jullie hem Kees noemen, maar... Oh, trouwens, zit je nu nog steeds te kijken? En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even en doe het duimpje omhoog. Dan is het nu tijd om hier de geheime uitgang te gaan vinden. En die heeft sowieso te maken met die wonderbloem. Misschien is het handig om de oplaadsprong te pakken. Want ik moest ergens bovenop springen net en ik ging er net onderdoor. Dus... Even opletten waar dat ook weer was. Het was al best wel een beetje aan het begin van het level volgens mij. Was het al hier? Was het al hier? Ja, kijk, dit was dit hem? Volgens mij was dit hem. Kom op. Nee, of was het... Nee, nee, het was hem nog niet. Hij moet nog komen. Was dit hem dan? Ja, dit was hem. Oké. Okay. Gaat dit ons naar de geheime uitgang leiden? Ik denk het wel. We gaan in ieder geval een hele andere kant op nu. Jemig. Jemig. Oké. Okay. Allemaal paarse muntjes. Oh, oké. Ja, hier omhoog. Dit halen we. Ja, we gaan goed. Als het alleen maar van dit soort jumpies zijn, dan is het niet zo heel moeilijk. Wat een jump, jongens. Ja hoor. Daar is die. Oké, maar dat is er 1. Krijgen we nu dan ook de andere? Of moeten we die nog zien te vinden? Zit die nog ergens anders? Is dit hem? Ja. Ja, dit is hem. Nou, kom maar op met het koningszaadje dan, vriend. Kijk, we kunnen nu naar de top. We hebben alle wonderzaadjes gevonden hier. 100 bloemenmunten erbij. Oftewel, ook wereld 3 is volledig uitgespeeld. Ja, alleen in wereld 1 moet dat dus nog. Dat doen we later dan wel. Maar dit is de villa van het koningszaadje. Oftewel, het koningszaadje heeft zijn eigen villa. Gewoon zijn eigen huis. Knap werk. Jullie hebben de proeven van het goudgebergte doorstaan. Dat was de laatste. Bravo, jullie zijn geslaagd. Jee, betekent dat... Ja, betekent dat wij het koningszaadje krijgen. Ja hoor! Ik heb jullie natuurlijk sowieso helemaal niets geleerd, zegt hij. Ja, je hebt ons een soort van uitgedaagd. Misschien. En we hebben nieuwe badges gekregen van jou, dus... Maar je hebt ons zeker wel iets nieuws geleerd. Daar is die! Nummertje 3. Ja. En zo sloegen onze helden met Mario voorop zich dapper door de lastige proeven. Ja, ook shout-out naar Daisy. Die heeft in de vorige aflevering de levels hier gefixt. Maar hun reis door het Bloemenrijk is nog verder van voorbij. Was deze laatste proef wel echt de laatste? En zullen ze de rest van de koningszaadjes weten te vinden? Goeie vraag. Mooi salto, Poplin. Hey, professor? Tot de volgende keer. Wij gaan er weer vandoor. Terug naar de tulpenkust. Daar zijn we weer. Ja, en nu begint het op te schieten, hè, jongens. Kijk maar, want daar gaat de volgende piranha-plant weg. En dan zijn er nog maar 3 over. Ja, we krijgen Bowser steeds meer in het oog. Hey, stelletje pestkoppen. Laat mij liever weerloze piranha-wolkjes eens met rust. Maar dat ik bezorgd ben om mijn wolkjes wil nog niet zeggen dat ik het opgeef. Moet je dit horen? Wat? Wat wil je zeggen? Wat ga je doen? Ga je een of ander zieke rockconcert geven in jouw kasteel? Oh, dat... indrukwekkend hoor. De voorbereidingen op mijn grote, nee, reusachtige wonder zijn nog in volle gang. Waarom houden jullie niet gewoon op met tegenspartelen? Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken.
zeker. Ik heb er zin in, Bowser, om jou eindelijk tegen te komen en om jouw kont te gaan schoppen. Er zijn nog 3 koningsstaadjes over. De gloeiwoestijn, de zwammenmijn en de smulgrotten. En we kunnen nu zelf kiezen waar we naartoe moeten. Oké. Ja, dus daar en... Wow. Dit ziet eruit als een apenkop. Zou Donkey Kong daar zijn? Dat zou sick zijn. Ik denk het niet, maar zou wel sick zijn. Ik vond het weer een superleuke aflevering. Ik hoop jij ook. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. En dan zie ik je bij de volgende Nintendo video. Mazzel!